En de bal, de ballen, zijn die van ander materiaal of is dat gewoon de ouderwetse tennisbal? Nou, het is niet de ouderwetse tennisbal. Het is iets anders van samenstelling. Vraag me niet precies wat de specificaties zijn, maar het is een iets ander gevoel. Maar hij ziet eruit als bijna hetzelfde als een tennisbal. Ik denk niet dat je dat blote oog makkelijk kan onderscheiden. Maar er zit een klein verschil in. Kan nou eigenlijk iedereen deze sport met een redelijke conditie beoefenen? Ja, ik denk het wel. Ook Ad Wolterbeek. Ja, Ad Wolterbeek. Ja, na een beetje training en een beetje les gaat dat zeker lukken. En ook dat is misschien wel een aardig aanknopingspunt. We hebben ook onze tennisleraar bereid gevonden om ook padellessen te gaan geven op de vereniging hier. En dat staat ook op onze website. Dus mensen kunnen zich nu al intekenen voor padelles via onze trainer. Nou, dan gaan we van de voorzitter van de padelvereniging LTV, de Hartel, naar Ad. Komt er eens bij. Ja, kijk eens, we zijn gewisseld van voorzitter. Alleen voorzitter van de tennisvereniging en de padel, want ze blijven allebei in functie. Ad, hoe lang ben je al voorzitter van LTV de Hartel? God Joop, dat is echt een hele moeilijke vraag voor me, want dat had ik even uit moeten rekenen. Had je toen nog grijs haar? Toen had ik nog geen grijs haar, dat heb ik hier gekregen. Maar ik denk, met een onderbreking van een jaar of 5, zal het toch onderhand wel tegen de 30 jaar lopen, ben ik bang. Nou ja, je houdt het goed vol. Ja. Dus, en de leden hebben vertrouwen in je, anders zou je niet herkozen worden. Ja. Als voorzitter heb je natuurlijk een belangrijke taak, want samen met de rest van je bestuur moet je die leden meenemen, letterlijk en figuurlijk. Je moet de contributie zo laag mogelijk zien te houden, draagbaar voor een ieder. Maar je moet ook het park netjes zien te houden. Daar is ook behoorlijk in geïnvesteerd de afgelopen jaren. En dan komt er ineens een nieuwe rage aan. Weliswaar vanaf 1969 overgewaaid vanuit Mexico naar hier. Maar je moet wel meegaan, want anders gaat het je leden kosten. Dan gaan ze naar een van de andere verenigingen misschien wel. Klopt. Wat voor inspanningen moet je verrichten om eigenlijk zo'n vereniging te leiden en ervoor te zorgen dat het geen leider wordt met een lange ei? Nou, dat is vooral keuzes maken tussen uitgaven en het voortbestaan van de vereniging. Want daar praten we toch wel over. Want we zagen de afgelopen jaren hadden we toch wel een beetje een stabilisatie van het aantal leden. Maar je zag ook heel langzaam het aantal leden wel wat teruglopen. En met name in de jeugd. Betty vertelde het net al. We zijn toch wel een vereniging met een vrij oude kern. En de padel was in opkomst en je kon zien dat daar een heleboel jongelui zich daarmee bezig gingen houden. Het is heel populair onder de voetballers. Ja, dat heeft natuurlijk met Van Persie te maken, met Robben die allerlei stukken in de krant zetten van je moet gaan padellen. En dus het komt ook heel veel op bij dat soort verenigingen die dan met een heel voetbalteam heel graag willen gaan padellen. Ja, en wij dachten om ons voortbestaan toch te garanderen, moeten we eigenlijk wel mee. Ja, dan moet je mee, maar je wil ook heel erg graag wil je mee. Jullie waren, naar mijn weten, een van de eerste verenigingen in heel Nissewaard die de vinger opstak. Die zoiets hadden van, wij willen padel in huis. Maar er zaten wat diertjes, wat beestjes hier in de buurt of zo, die de tijd een beetje hebben gerekt. Er werd geroepen over een boommachter die er mogelijk zou zitten. Dus dat heeft een heel vertragend effect gehad op de totale bouw. Dat heeft echt maanden en maanden heeft dat voorgesleept eigenlijk. Er is een ecoloog in beeld geweest die camera's heeft opgehangen, beelden heeft gemaakt. En nou, er was toen geen boommachter aangetroffen, maar helaas wel een bunzing. De bunzing hebben we eigenlijk met rust gelaten. Die zat gelukkig aan de zijkant van het bouwperceel. Dus die hebben we met rust kunnen laten. En we hadden wat problemen met een tweetal bomen. In een van de bomen zat een kraaiennest. Dat staat er nu nog, die boom. Stond ook niet gelukkig midden op de padelbaan. Dan was het wel heel erg moeilijk geworden. En een van de bomen had een spechtenholletje. En ja, die bomen die gaan op een gegeven moment als de kraai met zijn jongen is uitgevlogen, dat zal inmiddels nu wel zover zijn, zal die alsnog omgehakt worden. En dan nog één boompje waar dan de specht in zou hebben gezeten.
Maar dat heeft inderdaad heel vertragend gewerkt. En dan merk je pas, je gaat voor de padelbanen en dan denk je van joh, we hebben de plek. Alles eromheen binnen ons park is, heeft de bestemming sport in het bestemmingsplan. Ja. Ja, en dan kom je in de molen van waterschap, ecologen. Vind je het niet een klein beetje overdreven allemaal? De natuur is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar we praten over één boommarten, we praten over een specht, we praten over een bontgevederde gele kanarie, Piet, weet ik het allemaal. Ja. Wat doet dat met jou? Want weer een vertraging. Persoonlijke mening, maar dat is inderdaad wel, dat is heel vervelend. Je zit natuurlijk ook met je subsidie. De subsidiegever vraagt constant van wanneer ga je nou beginnen? Want die subsidie is ook niet eindig. Hè? Op een gegeven moment gaat dat ook wel ophouden. Dan zeggen ze van ja, je bent nog steeds niet begonnen, dus ze trekken de subsidie in. Nou hebben we dat gelukkig een aantal keren kunnen verlengen, dus dat is allemaal wel goed gekomen. Maar je wordt er wel eens wat moedeloos van, laat ik zo zeggen. En dan komt je ziet je leden zie je dus vertrekken naar de andere verenigingen. Kan ik me althans zo voorstellen. Ja, dat klopt. Gelukkig zijn er wel een heleboel leden die naar elders zijn vertrokken, die al aangegeven dat als het hier klaar is, dat ze heel graag terugkomen. Dus daar rekenen we in principe ook maar op. Nou, ik heb het net geproefd. Jullie hebben een heerlijk biertje en een goede keuken wat dat betreft. Komt u rustig een keer op een zondag kijken. En de menukaart, die is geweldig. Broodje boommarter en een vers gebakken specht. Mensen, het is hier heerlijk. Mag ik nog één ding zeggen? Jij mag altijd één ding zeggen. Wat nog niet aan de orde is geweest, is de medewerking die we hebben gehad van de gemeente Nissewaard. Dat moet ik echt zeggen, dat is bijzonder goed geweest. We hebben vanaf het begin van het traject zijn we bij elkaar gaan zitten met Padel Nederland. Met degene die de bestrating rondom de banen heen gaan leggen. Teun Kap, hè? Teun Kap is het, die de bestrating gaat doen. Minnekes heeft het terreinbouw rijp gemaakt. We hebben al die partijen bij elkaar gehad. We hebben intensief contact met ze gehad om de zaken goed op elkaar af te stemmen. En ik moet zeggen, een pluim voor iedereen die aan die commissie heeft deelgenomen. En ook de financiële inbreng van de gemeente. Want het bouwrijp maken van de grond door Minnekes is een gedeelte wat de gemeente Nissewaard voor zijn rekening heeft genomen. Dus dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Ik word maar razend nieuwsgierig wat die Spanjaarden hebben achtergelaten. Als ze morgen al klaar zijn. Ja, dan moet het natuurlijk in een dusdanige staat zijn dat we dadelijk O en A gaan roepen. Gaat u mee? Ja Bert, we staan hier nog op de oude tennisbanen. Hè? Maar ja, wat is oud? Die zijn ook allemaal prachtig gerenoveerd. Pas weer helemaal vernieuwd. Je kan hier tennissen, je kan daar padellen. En hier kan je al tennissen. Wanneer kan je daar gaan padellen? Zoals je net gezien hebt, de padelkooien zijn zo goed als klaar. Volgende week gaat het gras erin. En dan kunnen we de week daarna beginnen met padelspelen. En dan moet er daarna nog wel een keuring komen. Dus officieel zal het ergens in juli KNLTB goedgekeurd zijn. Maar vanaf eind juni kunnen we padellen op de Hartel. Ja, Ad, binnenkort dus padellen. Maar er is ook ongetwijfeld nog een moment van een officiële opening. Met notabelen uit de buurt en misschien wel bekende Nederlanders. Ja, uiteraard zal er een officiële opening plaatsvinden en die is gepland op 28 juli, voor alle duidelijkheid. 'S middags vanaf 5 uur. En ik kan jullie nu alvast verklappen dat er toezeggingen zijn van Uriel Maarsen, de voormalige nummer 1 padel van Nederland. En van de Rotterdamse glimlach, oftewel Mitchell Foyer. Allebei zijn zij oud-spelers van LTV De Hartel. En zij hebben toegezegd dat ze hier graag aanwezig willen zijn om onze mooie 3 padelbanen te openen. Uiteraard zal er ook de gemeente aanwezig zijn, middels de wethouder. Welke wethouders er allemaal komen, weten we nog niet. Maar ook zij zullen aanwezig zijn. En het wordt echt een grande opening. En jullie zijn allemaal welkom om op 28 juli om 17 uur 's middags aanwezig te zijn. Ja, kijk eens Botlek TV en Link Media.
Ik kan nu alvast zeggen dat er zeker wel één wethouder bij aanwezig zal zijn. Als hier bier wordt geschonken, dan is die erbij. En we noemen natuurlijk geen namen. Dat kan niet en dat willen we ook niet, want wij lusten hem ook wel. Dit was Botlek TV. We hopen dat u iets heeft opgestoken van deze betrekkelijk nieuwe sport. Goed uitgelegd door Bert de Winter. En ja, tussendoor Ad Wolterbeek heeft natuurlijk ook hele mooie dingen gezegd over zijn vereniging. Niet alleen LTV De Hartel wensen we heel veel succes, maar ook alle andere tennisverenigingen in Nissewaard. Met of zonder padelbaan. Dit was Botlek TV. Padel!